Oh! Tinus gaat dood. Ik zweer het je, hij gaat dood. Wat de fuck gebeurt er allemaal? Dood. Wie heeft die goot aangevallen? Wie heeft die goot aangevallen? Dat weet ik niet. Mede holbewoners van mijn kanaal, dit is Turms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe ark. Hey, er is hier een dino. Echt? Een wild male. Oeh. Oh, hij rent weg. Ik dacht dat hij me ging aanvallen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe ark. Ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag samen met Eva en Giel. En wij gaan vandaag weer lekker arken met z'n allen. Vind je dit nou leuk? Druk dan natuurlijk op het duimpje omhoog. Dat zou super awesome zijn als je dat natuurlijk doet. Onze dino, meneertje Krano. Die gaan we Tinus noemen. Die is... bijna Tinus. Ja, ik vind Tinus wel een mooie naam voor hem. Brengen we dan weer terug naar de andere dino? Nou, ik heb in de chat gekeken dat we onze dino al aan het werk kunnen zetten als we willen. Wat doet deze dino dan? Welke dino? Deze? Oh, dit is een vechtdino. Die beschermt je volgens mij. Ja, dat vind je wel weer leuk, hè, om dat te weten. Nee, maar dit is volgens mij naar mijn weten een vechtdino. Ik moet even... ja, hier moet ik hebben. Tatch. Fiber. Hoe krijg ik nou weer touch? Oh ja, met een pickaxe op een boom rammen. Pickaxe op een boom. Ja, oké. Nou, kom maar met die touch. Hoppa, oké. Nu heb ik weer een gewone bel. Mensen, druk alvast op duimpje omhoog. Laten we weer voor de 2000 likes gaan. Dat zou super awesome zijn. Ik ben vandaag niet alleen. Ik ben dus wat ik net ook zei met Giel en Eva. En wij gaan zorgen dat onze dino helemaal de gangster is. Wij gaan proberen ons beest een beetje nu in verdediging te zetten. Denk al dat handig is. Ik heb trouwens Henk op wandeling gezet. Ja? Oh ja, dat hadden jullie in de eerste gezet. Dan gaat hij eten verzamelen. Moet ik nog wat vlees in de dino plaatsen? Nee, hij heeft echt heel veel vlees. Ja. Wil je wel spoiled meat hier? Spoiled meat? Nee, dat hoeft hij niet. Oh. Je moet geen spoiled meat in dat ding doen. Je moet je in die... hij heeft echt kleine armpjes, dat is echt zielig. Oh my god, ga je nou alles zeggen wat ik een aflevering geleden ook zei? Nou en? Nou en, ja? Oké, hoor! Sorry, hoor! Maar in ieder geval, onze beste manier is om eerst even flink wat XP te gaan krijgen. Hoe kunnen we dat doen? Giel, jij bent de ark-expert. XP is dingen craften en bouwen. Oké, nou laten we dan zorgen dat ons huisje waar we dan nu zitten... Ja, hoe lang zou deze dino... Schat, wil jij op deze dino passen of niet? Welke dino? Deze? Ja. Oké, Giel, kan jij wooden walls maken? Dus die stekeldingen, zodat er geen dieren in ons ding kunnen komen? Of maakt Eva die? Die had ik gemaakt. Hoor. Ik heb al heel veel gemaakt. Echt? Zijn die daar in het andere huis? Ja, Althans, hier hebben we nog niet geplaatst, maar daar op de andere. Ik dacht, we kunnen beter eerst op die... Daarom ren ik nu die kant op. Oh, wacht. Ik ga ook nog even wat maken, want ik heb nog... Ik neem wel even wat vlees mee van de dino, want er zit echt knijters veel vlees in die dino. Of zit hier nog vlees in? Ik heb niet eens gekeken. We hebben nu eindelijk een beetje een luxe... Oh, kijk dan, 14 vlees. Allemaal ik heb nog 40 punten. Wat moet ik daar... Kan ik daar iets nog soms halen? Moet je wat maken en soms moet je sparen. Ja, nee, dat weet ik. Maar ik dacht, misschien is er iets... Kijk maar even wat leuks. Ja, je moet kijken wat jij denkt dat handig is, inderdaad. Al die irrigation pipes heb ik al geleerd. Oké, nou, ik ga zorgen dat ik dan wel straks, als ik level 15 ben, want dat ben ik bijna, maak ik wel een boog voor iedereen, ja? Dat is beter dan onze katapult. Dan kan je in ieder geval meer damage doen. Ja. Maar kan ook poisoned arrows maken, hè? Ja, met nacrobarrows dacht ik. Moet ik even kijken hoe... Ja. Dat is wel cool. Ja, want dan kunnen we een vliegend beest stemmen. Ik heb wel trouwens veel hide nodig als je die dingetjes wil maken. Welke dingetjes, lieve schat? Die spikes, de walls. Ben je daar hide voor nodig? Ja, daar ben je hide voor nodig. Hey Henk. Je bent daar hide, hey, wood en fiber voor. Oh, Henk is alles aan het verzamelen, joh. Goed bezig, Henk. Oh, Henk is level up. Ja, doe maar HP van hem. Even kijken, waar staat dat? Inventory, toch? Wow, Henk, rustig aan, joh. Nou, blijf maar lekker doorlopen dan in je eentje eerst. In ieder geval, er staan twee walls nu hier. Ja, dan moeten we dino's gaan killen als we hide willen. Oh, Giel, jij hebt die andere muur al helemaal rondgemaakt, zie ik. Of heeft Eva dat gedaan? Dat heeft Eva gedaan. Ik, hè? Goed gedaan, schat. Dank u. Heb je nog overige hides er liggen dan, of niet? Hier ligt echt geen hide. Ja, ik bedoel, overige walls, liggen die hier nog? Of heb je die... Ik heb er eentje in mijn chest. In mijn chest. Minecraft hier. In mijn inventory. GG. Oké. Dan moeten we hides gaan zoeken, denk ik. Dan moeten we dus gaan jagen. Ja, dat kunnen we gaan doen, ja. Ben je er klaar voor? We moeten ook meer wood hebben voor het vuurtje hier. Hebben we nu twee deuren in ons huis? Wat een luxe, man. Ja, als iemand AFK staat bij de deur, dan kan je niet meer. Dat was het idee van... Wat ben jij aan het doen, Giel? Kijk dan! Waarvoor water. Is dat? Echt? Hier, hij is geïrrigeerd nu, dus nu komt er water in. Kijk hoe vet! Oh, lol.
Oké, en dan deze nog. Dan heb ik nog wat steen nodig. Heb je steen toevallig bij je? Vast. En 10 wood? Ja, hier. Kijk, wood. Kijk, alsjeblieft. En hier heb je steen. Kijk eens. Oh, oh, oh. Alsjeblieft. Hier, wood en steen. Ik doe even snel mijn gamma op. Ik heb 3, olie gekregen. Anders zie ik niks. Olie? Ja. Ja, nou, goed bezig. Oh joh. Ons ding hier is echt wel heel karig. Kan ik dit ding hakken? Als dat zo is, dan hak ik deze even om. Zo, lekker water verspillen. Nee, deze kan je niet omhakken. Oké, nou, ze zijn in ieder geval geïrrigeerd, dus nu kunnen we eigenlijk plantjes maken. Maken. Ja, oké. Okay. Okay, maar je kan met 5 nacroberry en spilled meat, kun je zo'n narcotic maken. Weet je wel, zo'n emmertje met groen spul. En dat kun je volgens mij op je arrows doen. En dan kun je die arrows maken wat je wou. Dat is cool. Nou, laten we eerst gaan hunten dan. Want Henk is aan het... Ik doe even wat soort dumpen hier in ons huis. Oh, ja, we kunnen ook nog naar ons andere huisje toe, hè? Ja, maar ik bedoel, alle zware spullen die ik nodig heb. Hoe gaat het? Laat me even kijken in je inventory. Ik heb helemaal geen drooien. Je loopt alleen maar hout te verzamelen. Daar heb ik helemaal geen zak aan. Nou, we Henk, succes. Hè? We hebben toch nog steeds die dino-glasses. Wat kun je daarmee? Dat weet ik niet. Jij was de man van de ark. Hallo. Giel is de man. We hebben even veel uur in het spel zitten. Parada, parada, pam, pam. Nee, ik heb geen idee. Giel durft echt niet te zeggen. Het is echt pikken donker hier. Maar ik weet wel dat er... hoe heet dat? Bij het strand waar we langs liepen toen we in de vorige aflevering die 2 dingen halen. Dat daar wel heel veel monsters zijn. Dus daar kunnen we even wat height scoren. Klopt. Hoe gaat het met de dino's, schat? Hey, goed. Kijk eens achter. Oh, dino is bijna klaar. Dino, oh, lol! Wat? Hij spawnt hier net. Lol! Wat? Dat ding, ja, dat straalt. Die beam. Wat kun je daarmee doen? Nou, dat is komt een random drop. Ja, is een drop, is dat. Oeh, dat is ook eng. Gewoon echt naast ons, gewoon bij ons. Letterlijk. Ik liep er naartoe en ik bam! Bam! Wat een licht. Een fel licht komt eruit. Nou, ik ga er doorheen landen, lopen. Hij moet nog landen, dus. Oh shit, dit is niet handig. Ik zit vast. Ik zit vast. Oh, nu niet meer. Wat? You have tamed a carno. Oh, nice. We hebben hem. Ja, goed gedaan. En nu? En nu? Hele goede vraag. Oké, neem. Ik moest hem... Tinus. 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 Moet wel goed spellen, hè? T-I-N-U-S? Ja. Tinus. Tinus. What the fuck? Hoe kan hij staan? Ja, hele goede. Oh, zijn staart is natuurlijk even zwaar dan met zijn hoofd of zo. Dat hoop ik voor hem. Hij heeft geen armpjes, dus dan zweeft hij een beetje. Hij loopt op handen en voeten. Hij heeft wel echt 2 coole horens. Yep. Wow. Kijk. Hallo. Oh, vet. Following Eva, waarom mij nou? Je kan hem ook op Wandering zetten. Ja, zet hem op Wandering. Hier, boom. Zo, gedaan. Maar hij volgt Eva. Ja, omdat Eva in de buurt was toen hij getemd werd. Ah! kijk hem lopen. Oké, ik heb gekeken. Dat armpjes doof. Als je een dino zadel heeft, ja, dan kun je die bril eraan koppelen. Hier, wacht, doe deze wel... Doe even enable wandering. Waar is hij, joh? Heb je al gedaan. Dan moet hij hout in, anders doet hij niet. Kijk. Oh, mijn vlees is trouwens ook klaar. Doe even enable wandering, schat. Nee, heeft hij al. Dat heb je al gedaan. Waarom staat er dan nog following Italy for Dutch? Of Eva? Ja, hij moet even disable following. Ja, dat ding is beneden. Go. Even kijken. Hoppa, even ophalen. Following Giel. Zit altijd wel wat goeds in hier. Kijk, hier gaat hij lopen. Oké, top. Ik ben benieuwd wat hij gaat halen. Ik ook. Wow. Giel, de drop is beneden. Oh, oké. Oh, dit is echt geniaal, dit. Oh, dit is echt vet. Nice! Zo, hier zit veel in. Mag ik even kijken wat erin zit? Of ja, die kant ook op. Kijk maar hoor. Heeft het gezien? Ik ga nu even kijken, ik kom eraan. Hoe kan je hem hoe kan je er zit dus laten echt veel shit in. Hij staat wel op agressief, dus... Ben je er of niet? Ja. Heb je het gezien? What? Wat is dat? Een noodboek? Oh, okay. Ja, ik hou gewoon alles eruit. Bam. Oké, je bent er wel heel zwaar als goed is. Ja. Nee hoor. Oké, naast het huis staat een grote kast. Ja, daar alles even in doen? Ja. Oh, echt een mazzel. Oh, verderop is er ook weer eentje gegaan. Wat? Wat is Tinus aan het verzamelen eigenlijk? Niet veel, denk ik. Hij is wel agressief, dus als hij dat iets ziet of zo, dan maakt het gelijk kapot. We kunnen Tinus meenemen en op avontuur gaan. Hier, hij is tenslotte. Ja, ik wou net zeggen. Maar die zag hij niet of zo. Nou, hij is daar achter bezig. Ik weet niet wat hij aan het doen is. We kunnen hem meenemen. Zullen we gewoon Tinus meenemen?
Kunnen we doen. Dus nou, doe maar. Een soort van defense. Zo, ik heb allemaal items. Pak even zo'n water skin. Jongens, allemaal. Ik heb allemaal items erin gedaan. En pak allemaal even één waterskin inderdaad. Ja, dat is eigenlijk een soort van waterbuideltje. Die kun je meenemen. Ja, die heb ik al. Die kun je vullen. Oh, oké. Okay. Oh, die heb je al? Ja. Misschien handig als iemand even wat hout heeft. Ja, ik heb ook hout nodig. Ik ga denk ik even hout hakken dan voor jullie. Ja. Waarom kan ik... Oh, ik kan weer lopen. Ik ben aan het hydrateren. Ik ben bijna duizelig aan het neerknikkeren. Maar mag ik die... Ja, ik moet echt... Ik ga wel even hout hakken, want dat is echt nodig. Oké, en hoe zit het met boten? Want ik zie daar ginds op het eiland al een drop. Alleen, waar? Kunnen we geen boot maken. Ja, hoe maak je een boot dan? Even kijken. Oh, hier, ik kan hem leren. Zal ik het doen? Waar staat hij dan? Ik heb heel veel punten over. Oh, wooden raft. Je moet 15 zijn. Oh, ik ben bijna 15. Oké, okay. Bijna, je... echt bijna, of... Ja, echt bijna. Ik hoef nog maar, wat is het, 40 XP. Ah, oké. Okay. Nee, dan wacht ik wel even. Want ik heb echt superveel punten over, man. Dat is echt geen grapje. Nee, ik heb er 20. Jij? 85. Holy shit. Ja, dat bedoel ik. Kom je daar aan, man? Ja, kom ik aan mijn 40? Kom je... Lieve, toch. Ja. Nou, dat ding is hier weer los, vrij. Even kijken wat een nood is. Graag gedaan. Maar we hebben weinig licht. Ik heb wel weer hout. Ja, we moeten even dat vuur aan de praat krijgen. Ja. Want we moeten vlees hebben. Oké. Okay. Oh, je hebt al heel veel hout, ik ook. Ja, ik moet eigenlijk zelf ook nog hout Zou hebben. Zou ik gewoon twee kampvuurtjes hier maken? Want ik heb hier nog één. Ja, ik heb er ook één. Oh, wie heeft de kampvuur eruit gehaald trouwens? Er zat hier kampvuur in. Ik heb hem. Kan je die anders even plaatsen? Waar wil je hem neerzetten? Hier bij het andere kampvuur. Ja. Ja, maar of je zou niet een beetje verspreiden. Ja, mag ook hoor. Want dan haal ik hier even wat... Ja, dat... Oh, fuck, sorry. Dan haal ik hier even wat hout uit. De helft. Zo, dankjewel. Kijk, en dan doe maar ik hierin. Maar hoe hou je de helft uit hout? Shift inhouden gedrukt. En dan slepen. Ja. Even kijken, hier. Maak een papiertje. Geen idee wat je ermee kan. Nu kan ik weer... Oh, nee. Oh, wacht, dit is niet handig. Must contain a fuel such a wood or thatch to light the fire cooks raw food when lit. Maar ja, gooi hem helemaal vol, dat was een beetje dom. Ik ga weer onze... Ik ben echt bijna level up. Even kijken hoeveel nog. Ja, zie je nog maar 30 XP. Dus als we even wat hakken en zo. Volgens mij krijgen we daardoor XP. Ik krijg nu allemaal XP erbij. Ja, als je erbij. Dingen craft krijg je. Echt? Niet als je hakt? Ja, ook. Maar volgens mij is dat sneller als je dingen maakt. Ik ga richting onze oude base om daar weer dingen te plaatsen. Maar ik kreeg net van jullie XP. Wie was van jullie wat aan het doen dan? Ik niet. Ik ben hout aan het hakken. Ah ja, zie je, dan is het wel door het hout hakken. Wie is nu wat aan het doen? Ik ben hout aan het hakken. Ik krijg nu echt gewoon allemaal XP erbij inderdaad. Ik ook. Ik kan het niet zien. Donker. Oh, ik heb ook allemaal spoil meat gierel. Daar hebben we heel wat aan. Nice. Access inventory. Nou, Tinus komt er weer aan. Ah, perfect. Even de boel hier even bijvullen aan vlees. Ondertussen het andere vlees er weer uithalen. Ik heb voor jullie echt allemaal vlees, dat wil je niet weten. Nice. Oh, het is kapot. Oh nee. Niet mijn fakkel. Oh, Henk zit helemaal in het donker daar alleen. Oh. Het lijkt alsof hij aangevallen is. Heb je al een boot? Wat dan? Heeft hij damage? Ja, de vorige keer wat hij aanvallen. Oh ja. Jongens, als jullie eten moeten jullie wel gaan zeggen. Ja, ik heb nog 20 food. Vlees? Ja. Ik heb 20. Als je nodig hebt, we zitten in het vuur, hè? Ik maar netjes. En dan zeg ik, als je wil, dan heb ik hier food. Oh, er zit een monster. Echt? Of een monster. Een kleine dino. Zorg gewoon dat dingetje je volgt. Oh ja, ik ben al weggegaan. Tinus. Ja, Tinus die killt gewoon iedereen. Ja, maar Tinus is niet te ver weg. Vorige keer liet hij ook een trike vliegen, dus... Ja, die vloog wel echt knijten zo gezet, die trike. Die vloog hard weg, joh. Fucking ja, Tinus die klapt ze allemaal. Hoppatee. Jij een beetje fucken met TNT hier. Ja, Tinus heeft er geen moeite meer. Ik heb hem al gekillt. Waar is Tinus dan? Waar is Tinus? I don't know. Giel? Huh? Tinus ben ik kwijt. Nu staat en loopt hij links. Waar? Ja. Oh ja, Tinus, kom, volg mij maar. Even kijken. Tinus. Psst. Tinus. Laten we even je inventory kijken wat je hebt gedaan. Oh, Tinus verzamelt vlees! Nee, dat vlees hebben we nog... Oh. Er zat er nog een van het themen. Follow. Waar staat ik wil dat? Dag, jongens. Waar kan je follow aanzetten dan? Gewoon enable following of zo. Hi Tinus, kom deze kant uit, chef. Hebben we nog nacroberries? Hij kan niet door het water zwemmen, of wel? Jawel. Nou, in ieder geval niet met zijn armpjes. Dit zijn allemaal gekke monsters.
Oké, Giel, zullen we gewoon die kant op gaan met Tinus? Ja, we moeten sowieso een paar piranha's smoren. Krijg je ook XP voor, hè? Ja, daarom. Go. Heb jij steen? Niet veel. Kijken. Waarom krijg ik veel flint? Ik heb helemaal geen steen. Ik neem Tinus wel mee voor de zekerheid, hoor. Dan hebben we altijd een backup. Ja, dat is een goeie. Hoppa. Kom maar, Tinus. Meekomen. Ik heb 20 steen. Dus dan 26, 30, 33, 36. Oké, okay, kom. Tinus, deze kant uit. Tinus, blijf bij mij, ja? Giel, jij bent ook bij mij, hè? Waar ben je? Op het strand, naar die ene plek waar die piranhas waren. Ja, ik kom eraan. Kijk, als je monsters killt, krijg je XP. Ah, Tinus! Kijk hem lopen dan. Tinus, kill die dodo! Als jij hem aanvalt, dan attackt hij het ook, volgens mij. Probeer eens, hit hem eens één keer. Oh, hij was al dood. Lol, arme dodo. Oké, ik heb hide. Hij heeft gepoept. Kom, Tinus. Deze kant op. Hij rent snel, joh. Ja, die Tinus. Ja. Ja, dat is goed om te weten. Je hoort hem ook echt zo doef, 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 bam, bam, bam. Oké, ik ga even schieten op hem. Jee, het is alweer wat lichter. Ik ga weer dingetjes plaatsen. Ja, pak even het schildpad. Tinus? Hallo? Tinus? Tinus zit vast. Oh, Tinus, kom uit die boom! hak die boom gewoon! Nee, ik lok hem hier wel in. Ja, hang de boom. Oh shit, hier heb je hem al. Ja, go, Tinus! Vreet hem op! Kill hem, Tinus! Woe! Tinus! Oh, oh, hij wordt door meerdere aangevallen, door een hele groep. Gaat hij... Gaan we oppassen. Oh, okay, oh, is... Dat is een hele horde, gek. Oké, ik steek ze allemaal dood. Ah, en Tinus ook. Tinus is goed bezig. Oh, yo, dikke fight hier. Oh, shit. De hele familie van hun is erbij. Tinus gaat kapot. Echt? Ja. Is hij dood? Nee. Als ze zo doorgaan wel. Oh, Giel, help me! Giel, help me hier! Ik ben bijna dood! Ik heb mijn bot gebroken! Ga voor me staan! Ga voor me staan! Tank dat ding! Ja, hij is dood. Oh, okay. Dankjewel, Tinus. Het is Tinus de held. Het is Tinus de dikke held. Oh, oké, okay, iedereen in de reacties hype voor Tinus. Oh, Tinus! Hey! Hype voor Tinus. Tinus. Oké, okay, even Tinus even wat eten geven. Oh, hij heeft genoeg eten. Hij vergeet gewoon al dat hype op. Ben je al 15 trouwens? Ja. Zou jij de boter maken? Oh, Tinus is ook level omhoog. Oh, nice. Ik geef Tinus meer HP. Ja, want hij is wel gehit, dus. Ja. Tinus is omhoog, ik ben ook omhoog. Goed gedaan, Tinus. Dat is teamwork, noemen ze dat. Oh, ik ben wel echt hard omhoog gegaan, hoor. Ik ben al meteen 15 XP eroverheen gegaan. Ik ga mijn movement speed doen. Oh, krijg je maar 2 punten. Dat is een beetje huilen met de pet op. Pijl en boog. Voor die ding aan het en een hier, draft, waar had je het over? Kijk, deze moet ik leren. Oh, wow. Learn. Ja, die heb ik geleerd, die raft. Boog. Kun je hem hier neerzetten? Kijk wat er gebeurt. Learn. Oeh, een raptor zadel. Ja, daar hebben we nu nog niks aan. We hebben geen raptor. Hoe komen we aan een raptor dan? Ja, weet ik veel. Dat ding maait iedereen neer. Oh. Dan heet het ook een raptor. Ja. Ja. Laat me even kijken. Oh, het wordt weer dag. Kijk, daar landt iets. Zie je dat? Waar? Een drop. Oh ja. Heb je een boot? Kun je die maken? Ja, wacht. Als je nou even 3 seconden wacht. Hè, ik kan niet 3000 dingen tegelijk checken altijd. Een boot, wat ben ik daarvoor nodig? Een 250 hout, 125 fiber en 75 hide. Zullen we even focussen op wat te maken? Oh, jij hebt Tinus meegenomen. Ja, omdat hij daar vast zat. Ik denk, nee, we moeten dan eerst hide verzamelen. Ik heb niet genoeg hide. Hoeveel hide? Dat zeg ik net, 75 hide. Ja, ik heb er 17 in het huisje ligt ook 20. Dus we gaan nog even meer verzamelen, ja. En ik heb er maar 10. Dus laten we eerst even allemaal HP'en. Kom hierheen, hoeveel HP heeft Tinus? Ja, aardig wat. Ja, Tinus is nog niet op de helft, hoor. Nee, weet ik maar. Wow, en als Tinus doodgaat, dan... Ja, dat zal niet fijn zijn, nee. Laten we even kijken wat hier nog ligt. Ik zie hier een kleine, dus daar kunnen we wel wat hide van halen. Oh, die is bang van ons. Oh. Ja, maar laat Tinus er niet achteraan rennen, want als die weg is, dan... Ja, maar hij blijft wel bij ons. Zijn we verder van huis. Steek hem, Tinus. Steek hem! Kijk, Tinus erachteraan, joh! Kijk hem redden! Ja! Hoe kom je aan fiber, Giel? Giel? Hij heeft een OVO-raptor. Of een OV-raptor. Hier een trike. Oh, Tinus! Oh, Tinus! Kill... Wat nou weer? Een vogel. Een dragonfly krijg ik. Waar staat die? Weet ik veel. Horen jullie ook allemaal muziek? Ja, dat krijgen wij ook allemaal hier in één keer. Er gebeurt in één keer van alles. Nee, maar ik kom dat het dag wordt.
Oh. Jullie zijn wel heel erg ver van mij af, hè? Valt wel mee. Je kan meegaan toch, schatje? Oh, ja, ik ben hier bezig met onze beesten te verkopen. Ah, maakt niet uit. Je kan gewoon met ons meegaan, als je wil. Oké. Okay. Is wel een leuk avontuur. Ja. Oké. Okay. Misschien kunnen we deze trike even killen, Giel. Weet je zeker? Tuurlijk, ik weet alles heel zeker. Wil je dat? Welk level is die? 10 maar, dat kunnen we makkelijk aan. Zou ik hem aanvallen? Dat nu. Hè? Huh? Nog even. Oh. Mijn pickaxe upgraden. Kan je, oké. Okay. Ja, val hem aan. Tieners, pak hem. Tieners, help me nou! Hallo! Oh my god. Oh my god, nu wordt alles op mij gefocust. Giel, pak dat ding maar. Hij pakt hem al, hij is al dood. Oh, die tieners doet damage, joh. Holy shit. Oké, Met je ex, sorry. Ik had ook een pickaxe. Tieners is beest gek. Hij is weer bijna level up. Hij is weer level... Ja. Hij is level up. Holy shit. Oh nee. Lekker. En nog 0,1 XP. Oké. Okay. Weet je dat vogels gewoon uit de lucht poepen zo? Dan zie je een dronje naar beneden vallen. Ja. Oké, laten we kijken waar we nog een monster kunnen vinden. Tieners is bijna level up. Wat een beest. Zullen we die grote pakken? Ik ben bijna bij jullie. Wacht dan even op mij. Je moet niet te greedy worden, Vincent. Die grote... Als die level... 3 is of zo. Oh ja, dan moet je hem pakken. Ik weet niet, dat ding doet aardig veel damage en ik wil niet tieners kwijtraken. Level 16 maar. Ja, tieners is 13. Oké. Kom maar schildpad. Kom maar met je schildpadhoofd. Wacht even, ik moet hem wel hitten. What the fuck? Oh, Giel, zet dat ding aan! Wat? Ja, hier, tieners, ik word allemaal door kleine kutbeestjes aangevallen. Ja, ik kom eraan. Kom, tieners, we gaan Vincent helpen. Ik ben bijna bij jullie. Waarom ga je zo ver? What the fuck doe je daar? Vechten. Tieners! Tieners, giep ze! Ik zie helemaal niks. Eén schildpad. Ja, er waren ook nog 3 van die andere kleine poepbeesten. Oh, kijk, tieners gaan! Wat ze flats. Je moet hem wel helpen, want tieners wordt nu wel gehit. Maar ik kan geen tieners slaan, toch? Nee, dat zou ik niet vlucht, doen. Hij vlucht, dat is niet echt handig. Lekker, nice. Tieners! Ah, je zit een klein beest. Oh, laat maar, tieners heeft hem al. Wat? Oh. Wat? Wat gebeurt er allemaal? Hij had echt grote. Wat? Oh! Tieners gaat dood, ik zweer het je, hij gaat dood. Wat de fuck gebeurt er allemaal? Wie heeft die grote aangevallen? Dat weet ik niet. En ik kwam ik in een beeldscherm, zag ik allemaal beest of zo. Ja, ik ook. Maar ik heb hem niet aangevallen. Hij attack mij, what the fuck? Misschien door die beestjes. Ja, dat kan. Dat hij die beesten. Schat, hier is je body, hier is je body, schat, hier bij mij. Nee! Verdomme tieners! Je zou blijven leven! Neem fucking mijn pijl en boog op je stomme dinosaurushoofd! Doe het nou niet! Oh, mijn god! Rennen voor je zakgeld! Tony, die rent hard! Echt? Ja, dat ding is 10 kilometer hoog! Hij heeft benen van 6 meter. Had hij mij in? Nee. Oh, dat ding rent echt hard! Lok hem nou niet naar de base. Hij stopt al, hij zit in een boom volgens mij. Oké, dit was niet succesvol. Fuck! Fuck my life. Bos in. Doei! Maar nu zijn we tieners kwijt. Waarom? Wie viel dat ding aan dan? Ik sloeg de schildpad. Tieners stond op agressief, dus ja. Gaat hij blijkbaar al aanvallen. Oké, ik ben van die grote dino af volgens mij. Of niet? Wie is... Ja. Oh, dit is erg vervelend. Je ziet echt gek veel dinosaurus. Holy shit. Hebben we eindelijk tieners? En hebben we een dode tieners. Wauw. Allemaal even rest in peace voor tieners in de reacties. Ik heb tieners. Nou, binnenkort komt tieners V2 dan? Ja. Ja. Als we nog een vangen, noemen we een V2. Schat, waar ben jij hier nu dan? Oh, daar. Ik, ja. Heb je hide bij je? Nee. Giel, hoeveel hide heb jij? Heel veel. Hoeveel? 44. Oké, geef aan mij. Schat, heb jij hide bij je? Nee, dat zei ik net. Oh, jawel, 3 stuks. Kom maar even naar de beest, daar hebben we ook hide. Nee, kom even hier, want dan kunnen we een boze maken. Dat is een groot beest. Waar? Oh, hide. Hier, hier, schat, voor je neus. Hier, hide. Zie je niet? Nee. Ja, achter het steen. Daar loopt hij. Ik zag hem ook al. Hier. Wow. En dit keer geen grote dingen aanvallen, hè? Oh, nou, daar gaat onze dino. Oh, loopt nog waar is hij dood gegaan dan? Zo, dat is een grote knoepert. Ja, dat bedoel ik. Kijk, hij hakt gewoon een tieners kapot. Oh, arme tieners. En links loopt een mens af, zie je dat? Wow, oh, dat is een schildpad. Wow, inderdaad!
Wow, dat is vet cool! Die collecte Thatch en zo, volgens mij. Wow! Dat is vet awesome! Kijk rechts die fight dan! Oh, hij heeft die grote bijna! Ja! Pak het vlees! Zullen we dat ding, dat animal die hier ligt, looten? Wat ligt er dan? Hij is dood! Hij is dood! Hey, laten wij Tinus vangen! Die goos is dood, jongens! Heb je steen? Ja, ik heb steen. Kom. Oké, we gaan hier over steen. Hier ligt een haai! Who the fuck? Je neemt meteen het vlees mee. Doe ook met je axe. Yo, hydrating? Ik sta in het water. Ja, maar dan moet je nog wel drinken. Oh, allemaal piranha's hier. Verschrikkelijk. Waar is dat grote beest nu dan? Hier toch? Maar die andere is ook agressief, hè? Dus pas op. Hij loopt hier links achter de steen. Oh ja, ik zie hem. We gaan hartstikke dood als hij eraan komt. Oké, doei. Maar waar... En deze? Ga even weg. Kom even aan de overkant. Ja. Deze is level 9. Ja, maar dat ding achter jou, die wil je graag kapot hebben. Ja. Oké. Dat is Tinus 2.0. En die aap? Kunnen we niet voor die aap gaan? Dat is vet cool, een aap hebben. Die is volgens mij heel moeilijk te vangen. Een apelshuisdier, ja. We hebben jou als gat. Lekker aardig. En wat doet die vogel dan? Die kan vliegen. Ja. Hey, kunnen we erop vliegen dan? Oké, kom, we gaan naar huis. Inderdaad, wat Giel zegt, gaan we daar gewoon een boog verzamelen. Een boot gaan we maken en dan... kunnen we een beetje exploren op Precies, zee. Laten we dat gewoon doen. Oh, jammer van ons Dino. Tinus. Yep, helaas. Rest in peace, Tinus. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Ark Survivor Survival Evolved. Hopelijk vond je het leuk en druk op duimpje omhoog. Wat de fuck doet dat grote beest hier nu? Ja, hij is friendly, hè? Als je niks doet, toch? Welke level is het ook alweer? Ja, het doet niks. Dus hopelijk druk jullie op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, als mogen dan gaan bij Superheld. Laten we weer voor de 2000 likes gaan op deze arc. Zo super awesome zijn, zeg ik tegen jullie mensen. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao! Yo!